Yo, Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals je hier achter me ziet, heb ik in de afgelopen 3,5 jaar best wel een aardige Nintendo Switch games collectie opgebouwd. En dan gaan we het vandaag eens even hebben over games die je beter niet kunt kopen. Ik heb al eens eerder zo'n video als dit gemaakt en de link daarvan staat hieronder in de beschrijving. Dus ga die zo ook even checken. En wil je iedere dag Nintendo video's? Vergeet dan niet even het duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Ik wil het toch nog even met jullie hebben over 1-2 Switch. In de vorige video zei ik namelijk van, ja, je weet wat je krijgt als je 1-2 Switch koopt en het is een soort van tech demo. En dat is ook wel zo. Maar deze game is nu nog steeds 45 tot 50 euro. Zie je dit aan de zijkant? Nintendo? Dat betekent dat die ook uitgegeven is door Nintendo. En die games die blijven over het algemeen best wel duur. En voor degenen die niet weten wat 1-2 Switch is, zal ik het even uitleggen. Je hebt een Joy-Con en die kan allerlei leuke dingen. En dan moet je bijvoorbeeld koeien melken. Dus dan moet je de beweging maken van dat je een koe aan het melken bent. Dat je aan die uiers aan het trekken bent. Of je hebt bijvoorbeeld een cowboy battle en dan hangt je Joy-Con natuurlijk naast je. En op het moment dat de game het zegt, moet je je Joy-Con pakken. Boom! En wie dan dat als eerste doet, die schiet. Het is leuk, maar in eerste instantie had dit al gratis bij de Switch moeten zitten. En in tweede instantie, als je daar dan niet voor kiest, dan moet die binnen een jaar wel gewoon 20 euro zijn. Maar hij is nog volop verkrijgbaar. Hij is overal 40 tot 50 euro. Dat gaat echt nergens over, jongens. Kom op, doe er wat aan. Troll en I. Een troll en ik. Ik weet niet of de makers echt hun uit hun broek lachen, maar misschien bedoelen ze wel gewoon een meme of zo. Misschien wilden ze dat gewoon. Misschien wilden ze ons letterlijk trollen. Jongens, deze game is zo slecht. Deze game is nog slechter dan Jesse en James in Pokémon. Oh, ik heb hier het bonnetje. Deze game heeft me tweedehands 18 euro gekost. Ah, daar had ik twee heerlijke menus voor kunnen kopen bij de Burger King. Ah, fijn. In Troll en I werk je dus samen met een troll. En jij bent Otto. Otto? Je hebt de keuze uit alle namen die je kan geven aan jouw personage in een epische game en je gaat voor Otto. Sowieso, shout-out naar iedereen die Otto heet, maar ik vind het een beetje random gekozen. Het principe van de game is, Otto is klein en de troll is groot. Dus de kleine dingetjes zoals het kruipen ergens onder of tussendoor, tussen rotsblokken door, dat doe je met Otto. En op het moment dat je een grote jump moet maken, dan helpt de troll jou om over te steken. Of dan gooit hij je, of dan houdt hij een steentje voor je vast waar je dan op kan lopen. Of soms doet hij dat gewoon niet. Dan denkt hij, screw you, ik heb hier geen zin in. Ik vind deze game zelf ook niet leuk. Ik baal dat ik in deze game zit. Ik ben geen eens een troll. En nu moet ik een steen omhoog houden en daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dat ga ik ook lekker niet doen. Troll and I is buggy as F. In het begin denk je nog van, dit kan best wel leuk zijn. Maar dat is eigenlijk na 2 minuten weg. Dan werkt het niet en de game is ook nog eens behoorlijk lelijk of zo? Ik bedoel, kijk naar deze troll. Dit kan toch niet? We leven in 2021, jongens. Dit kan echt niet. Oh ja, en hij is bij mij ook nog een stuk of 4 keer vastgelopen. Dus toen was ik er helemaal klaar mee. Troll en hij, niet kopen. Ook niet voor 18 euro. Ook niet voor 10 euro. Ook niet voor, nou ja, misschien voor 1,50 euro. Nee, wacht. Dan kan je ook nog een euro knallen verkopen. Gewoon niet doen. De volgende game is een kneuterige game. En nee, het is niet Animal Crossing, want Animal Crossing is fantastisch. En dat is misschien wel mijn favoriete Switch game. Het is Little Friends, Cats and Dogs. Oh nee, Dogs and Cats, want de honden worden altijd eerder genoemd dan katten. Ook deze game begint best leuk. Je mag kiezen of je een kat of een hond wil gaan verzorgen. En dan heb je een keuze uit meerdere beestjes. En dan denk je, ah, deze is leuk en dit ga ik doen. En de volgende gedachte is, oh my gosh, lijkt dit op Nintendogs of Nintendcats? En misschien lijkt dat in het begin wel zo. Maar na ongeveer een uur heb je alles gedaan wat je kan doen. En dan wordt het één feest van herhaling, 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 herhaling. Je kan leuk rondjes lopen met je hond. Je kan je hond uitlaten. Je kan hem binnen laten spelen. Je kan hem buiten laten spelen. Frisbees gooien. Allemaal super tof. Maar dan ben je een uur verder en dan denk je, heb ik deze game nou eigenlijk al uitgespeeld of zo? Dan is er eigenlijk helemaal niks meer te beleven. Ik zou willen zeggen dat dit leuk is voor iemand van 6 jaar. Maar ook voor iemand van 6 jaar is dit ongeveer maar een uur leuk en daarna ook niet meer. Als je 300 keer hetzelfde moet doen en niks ziet gebeuren met je hond of je kat, dan ja, waarvoor speel je dan? Dan speel je voor spek en bonen. Nou, maar spek en bonen zijn tenminste nog lekker. Daar kan ik mijn maag nog mee vullen. Ik wil best een potje Mario Kart spelen voor spek met bonen. Ik bedoel, lijkt me lekker, jongens. Anyway, Little Friends, Dogs and Cats. Nee, gewoon niet doen. Ik zit even te kijken, jongens, maar die game is trouwens ook gewoon 40 euro bijna, hè?
Hou op. Dan komen we nu bij een game die doet me best wel pijn. Want ik vond dit vroeger op de computer echt super tof. Rollercoaster Tycoon Adventures. En dat Adventures, dat vind ik heel tricky. Want die game die ik vroeger zo leuk vond, die heette toch gewoon Rollercoaster Tycoon. Wat nou Adventures? Ik wil wel Adventures, maar het draait niet om Adventures. Want ik wil gewoon een leuk pretpark bouwen. En oh, 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 oh. Wat heb ik een Adventures beleefd met deze game. Ik startte de game op en ik dacht al dat ik met 20 FPS te maken had. Dus dat de frames gewoon veel te weinig waren en het soort van stotterde. Het loopt gewoon niet zo lekker allemaal op de Switch. En ook deze game, ja, net als die trollen game, het ziet er niet echt heel mooi uit. Dat zag ik gelijk al. Dat zag ik al aan de achtbanen, dat zag ik al aan het gras, aan de mensen, aan alles wat je vindt in een Rollercoaster Tycoon game. Het was niet heel mooi. En toen, jongens, en toen. Toen startte ik een minuutje op. En wauw, wauw, wauw. Ik dacht echt even dat ik terug was in 1995, toen ik dit speelde, op de PC met Windows 95 besturingssysteem. Ik bedoel, kom op Atari. Je mag wel een klein beetje eye candy geven. Je mag er wel voor zorgen dat het er een klein beetje mooi uitziet. Ik verwacht echt geen graphics van een PlayStation 5 game, maar ook niet van een game uit 1995. Ik weet niet welk font jullie hebben gebruikt. Ik weet niet waarom jullie dit zo met zo'n ouderwets lettertype neerzetten. Ik weet niet waarom deze kadertjes lijken op het kadertje uit Windows 95. Maar dit lijkt me toch nergens voor nodig, jongens. Oftewel, door Rollercoaster Tycoon Adventures kreeg ik een beetje het gevoel dat mijn jeugdherinneringen gewoon verpest waren. Ontwikkel deze game nou eens gewoon door. Maak een vette rollercoaster en breng die uit. En dan ga ik helemaal los. Maar niet op deze crap. Dikke doei. Oké, jongens. En dan hebben we dit. Fitnessboxing. En ik snap het gewoon niet. Deze game kwam volgens mij ongeveer een half jaartje uit voor Ring Fit Adventure. Nou heb ik ook een Ring Fit Adventure video gemaakt. Ik zal de link hier even in de beschrijving zetten. Want Ring Fit Adventure is daadwerkelijk een hele vette game. Je hebt daar zo'n ring, dat is de accessoire. En die moet je indrukken of uitrekken of mee draaien of iets. En dan kan je sturen en dan loopt je poppetje door een level. En het is best wel cool. En het helpt. Je wordt er daadwerkelijk moe en fit van. En dan heb je dit. Fitnessboxing. Ook voor deze game gebruik je je Joy-Cons. En dan moet je dus gewoon zo en zo en zo en zo en ik denk misschien ook zo en ook nog zo gaan slaan. En bij iedere klap die je uitdeelt, vindt jouw character het nodig om een geluidje te maken. Uppercut, uppercut, punch, punch. Weet niet of dat de goede uitspraken zijn, maar ik hield het niet heel lang vol. Ik vond het best wel irritant. Wat er wel leuk aan is, is dat er leuke liedjes in zitten. Zo zit bijvoorbeeld Party Rock Anthem in, Lady Gaga, Born This Way. Ja, de liedjes zijn dikke prima, maar mijn punt is meer, waarom zou je deze game kopen, fitnessboxing, als je ook Ring Fit Adventure kan kopen? Waarschijnlijk omdat deze game makkelijker te krijgen is en ook wat goedkoper is, maar ja, weet je, wil je nou kwantiteit of wil je nou kwaliteit? Ik zou dan absoluut voor kwaliteit gaan en voor Ring Fit Adventure gaan en absoluut niet voor fitnessboxing. En als laatste game van vandaag heb ik wel een echte tegenvaller, een game die wel echt heel tof had kunnen zijn. Demon X Machina. De artstyle hiervan is super vet. Het idee dat je met Max in de lucht moet vliegen en alles kapot moet schieten wat er rondvliegt en staat en weet ik wat, dat is super vet. Je krijgt er een soort van Transformers Metabots-achtig gevoel van en dat is in potentie echt heel cool. Ik heb best wel zin om gewoon in een Mac alles overhoop te knallen. Maar na een paar uur spelen... Wacht even. Het woord spelen moet even weg. Maar na een paar uur in deze game, want dat is het goede woord, je bent namelijk niet de hele tijd aan het spelen. De makers van deze game vonden het nodig om onwijs veel dialogen en minuutjes en hubwerelden toe te voegen, waardoor je eigenlijk in die twee uur dat je aan het gamen bent, misschien een half uur aan het schieten bent en de rest ben je nutteloze tekstjes aan het lezen met een verhaal wat echt helemaal niemand boeit. Maar dan ook echt gewoon niemand, hè? Dus dat is zonde, want het schieten en alles is best wel vet. Alleen, je bent zoveel bezig met andere dingen dan schieten, dat het gewoon irritant wordt. En dat het gewoon heel langdradig wordt. En dat je geen zin hebt om deze game verder te spelen. En dat is echt zonde, want ik denk dat de missies, hoe verder je zou komen in deze game, echt wel best wel cool hadden kunnen zijn. Sterker nog, op een gegeven moment verheugde ik mezelf op Demon X Machina. En toen kwam die uit en was zo'n tegenvaller. Dus ja, deze kan je ook maar beter gewoon niet kopen. Ik hoop dat jullie dit een leuke en een nuttige video vonden. Doe
doen in dat geval zeker even een blauw duimpje omhoog. En laat me in de reacties weten welke game jij vindt dat je nou echt niet moet kopen. Welke game is jou zo tegengevallen? Welke game vond jij zonde van je geld? Heb ik al gevraagd om te abonneren? Zo niet, abonneer en zet even dat belletje aan, want dan krijg je iedere dag Nintendo video's in je inbox. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickertune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!